De zevende ronde van het Vierhouten Palace Dutch Rally Open en de zevende ronde van het Nationaal Kampioenschap. En ook nog eens de beslissing in het Duits Kampioenschap. En dus staat Dieter Depping weer aan de start. Maar nu met de World Rally Car, waarmee Eddy van der Hoorn in september al de Euregio Rally reed. Depping won het evenement al 3 maal. Concurrentie komt uit Nederland, Bert de Jong en Ton Hille. In de laatste wedstrijd rijdend voor team van Ford Nederland met de Escort Cosworth. Maar er staan meer favorieten aan de start, zoals Uwe Nietel met de Mitsubishi. Nicolas Burkhardt, een Duitser met een 2-wiel aangedreven Renault Megane Maxi. En Toyota-rijder Matthias Kahle, die het Duits kampioenschap hier in Hellendoorn kan winnen. En dan de strijd om de Nederlandse titel. Hoe staan de zaken er precies voor? We moeten in ieder geval, sowieso moet Hans de finish halen. Dat is een ding wat zeker is. Dus ik denk dat hij dan toch behoudend zal rijden om dus aan die finish te komen. En ik moet resultaten gaan verbeteren. Ik ben dus op dit moment aan mijn resultaat wat ik moet hebben. 6 uit 6. We hebben nu nog 1 wedstrijd erbij. En Hans die heeft 5 resultaten. Moet er eigenlijk nog 1 hebben om te scoren. En dat maakt het toch wel heel spannend. In het sterke deelnemersveld opent Eddy van der Hoorn verrassend met een 3e positie. Hans Stacey is weer terug van de Subaru in de Ford Escort Cosworth. Weer een nieuwe auto en Stacey opent voorzichtig, maar goed. Hij ligt in de openingsfase op een 6e plaats. De strijd aan kop is bijzonder interessant. Dieter Depping heeft elektronische problemen en ligt slechts 5e. De leider in de wedstrijd is een Nederlander, Bert de Jong. Hij is inderdaad op eigen bodem sneller dan de Duitse top, die vooral moet wennen aan de Nederlandse omstandigheden. Zo ligt deze Matthias Kahle samen met Dieter Sneppenheim op een 3e plaats, maar de verschillen zijn bijzonder klein. Deze wedstrijd telt ook mee voor het Nationaal Kampioenschap, de beslissende ronde. En wie wordt daar kampioen? Jan van der Marel of Abel Pasman met de Ford Escort Cosworth? De openingsfase is het Jan van der Marel, gevolgd door Abel Pasman. En zeer verrassend Dirk Boers samen met Michiel Pol. Waar de mannen helden in Den Ham en 1 keer per jaar huren ze een auto. Dit jaar was dat een Escort Cosworth. Ze hebben bijna 2 jaar niet gereden en toch in de openingsfase zitten ze in de top 10. En dat is echt knap. En ook Ernst Kranenburg laat zich weer goed van voren zien in de openingsfase. Al zit hij nog achter Dirk Boers. In de standaardgroep 1-klasse is het feestje van Harry Kleijan en Radboud van Hoek. Die op de eerste avond zeer sterk rijden. Rocco Teunissen heeft versnellingsbakproblemen en zou de finish van deze Golden Tulip Rally niet halen. Al is hij wel officieel Nederlands groep 1 kampioen. Het DRO. En dan de 2e dag. De eerste avond 7 proefjes op het programma. En zaterdagmorgen om 8 uur komen als eerste op de proef Bert de Jong en Ton Hille. Ze hebben de leiding in de wedstrijd. Een knap resultaat voor de Nederlanders. Die weten dat vlak daarachter mannen Kahle, Nietel en Depping staan te popelen om de leiding over te nemen. Het zou een zeer spannende 2e dag worden van de Golden Tulip Rally. Matthias Kahle en Dieter Sneppenheim op jacht naar de Duitse titel, maar ook op jacht naar de overwinning. We rijden een stukje mee met Matthias Kahle. Kahle op een 2e plaats en deze man, Uwe Nietel, neemt halverwege de zaterdagmorgen de leiding over in de wedstrijd. En wat een spektakel levert dit team. Met de Lancer Evo 3 een auto uit het wereldkampioenschap. En dan Dieter Depping. 3 maal wist hij het evenement te winnen. Wint hij hem voor de 4e maal, dan moet hij gas gaan geven, want Depping heeft op de vrijdagavond veel tijd verloren. In de strijd om het DRO staat Eddy van der Hoorn op een keurige 4e positie algemeen. Zelfs nog voor Dieter Depping, maar de Duitser gaat hem op zaterdagmorgen voorbij. We rennen een stukje mee met de drievoudig winnaar van de Golden Tulip Rally. Prachtige onboardbeelden. En dan de strijd om het Vierhouten Palace Dutch Rally Open. Hans Stacey en Mark van der Brand liggen zaterdagmorgen 6e algemeen. En die van der Hoorn is dan 5e. Dieter Depping is hem al voorbij gegaan. En deze stand is in principe genoeg voor Hans Stacey om het Dutch Rally Open binnen te halen. De felbegeerde titel. Hoe gaat het met Eddy van der Hoorn? Iedereen in de kop rijdt op dit moment natuurlijk verschrikkelijk goed, verschrikkelijk hard. Er gebeurt voor de rest weinig en ik denk dat iedereen toch wel goed in zijn ritme zit. En dan Mark Breyer. Hij ligt op dat moment 7e in de wedstrijd, maar op de laatste proef gaat hij hard van de weg. De nationale, hoe gaat het daar? Jan en Nancy van der Marel. Ze hoeven eigenlijk alleen maar aan de finish te komen om het nationaal kampioenschap binnen te halen. Want grote concurrent Abel Pasman is dan uitgevallen. We rijden een stukje mee met de 7-voudig Nederlands kampioen.
Dan Van der Marel met de Ford Escort op weg naar zijn 8e titel. Voor Nancy, navigatrice, is het de 1e titel. En ze rijden weer in niemandsland. We hoeven niet te winnen, nee. Maar we gaan er wel voor. Ze willen eerst nationaal worden. Ja. Hoe groot is die kans nu? Die kans is groot. Maar ja, er zit nog één voor ons, geloof ik, die nationaal rijdt. Dus we moeten even kijken. Het is nog vroeg dag, dus nog een hele dag voor ons. Gewoon afwachten. Die ene man is Dirk Boers, die een fantastische wedstrijd rijdt met de Ford Escort Cosworth van het team van Gerrit Kobers. Maar helaas halverwege de zaterdag zijn auto met een technisch probleem aan de kant moet zetten. Ernst Kranenburg profiteert daarvan en zou in het algemeen klassement op een keurige 8e plaats eindigen. In de standaardgroep 1-klasse wordt het een zegentocht voor Harry Kleijan en Radboud van Hoek, die een ijzersterke wedstrijd reden. Ze mogen dan wel de snelste Nederlandse groep N-rijders zijn. Ze redden het niet tegen de Duitse groep N-top met Herman Kastner en Nicky Schelle. Overigens zou Berjan van Eek uit Rijssen hier in Hellendoorn het officiële Nationaal Nederlands Groep 1 kampioenschap binnenhalen. Samen met navigator Alp Molkenboer. In de klasse N3 gaat de titel naar Ronald Leemans, die een fantastisch seizoen reed met de Opel Astra. Zijn grote concurrent Chris Vlaar rijdt met een Ford Escort RS 2000 en gaat hard over de proef in Hellendoorn. Vlaar die in 1998 waarschijnlijk met een Escort RS 2000 kitcar gaat rijden. En hier de winnaar in het Nationaal Groep 1 klassement, Berjan van Eek en Alp Molkenboer. De zoveelste titel voor de Van Heek-familie. Hans Wijs en Karel Robbers met de Volkswagen Golf kitcar eindigen op een 2e plaats in het Nationaal Formule 2 klassement. Achter de snelle Deen Hans Brink, die in 1998 waarschijnlijk met een 306 Maxi aan de start komt. Dat wat betreft de klassekampioenen. En dan de algemeen winnaar in het Nationaal Kampioenschap. Van der Marel was al zevenvoudig Nederlands kampioen. En hier in Hellendoorn haalt hij met een 7e plaats in het algemeen klassement zijn 8e titel binnen. Champagne voor het duo Van der Marel. En dan de beslissing in het Vierhouten Palace Dutch Rally Open. En die Van der Hoorn rijdt net zoals in de nacht van 8 maal een fantastische wedstrijd. Hij wordt 4e. Maar collega-rijder Hans Stacey wordt 5e algemeen. En dat is genoeg om de felbegeerde titel in het Dutch Rally Open binnen te halen. Is Stacey tevreden? Als je het bereikt, dan gaat het uiteindelijk om. Ik kan niet zeggen dat ik nou super gereden heb. Ik heb gewoon wel redelijke tempo's gereden. En ja, goed, het resultaat hebben we behaald wat we moesten hebben of waar we voor gingen. En van daaruit moet je natuurlijk heel tevreden zijn. De winst in de Golden Tulip Rally gaat naar Dieter Depping, die het evenement voor de 4e maal wint. Tweede wordt Bert de Jong nadat Uwenite op de laatste proef is uitgevallen. Matthias Kahle is 3e algemeen en de nieuwe Duitse kampioen. Wat een fantastisch Nederlands rallyseizoen 1997. Piet van Hoofd bij de rally sprinters, Jan en Nancy van der Marel bij de nationale en Hans Stacey en Mark van der Brand winnaars van het Vierhouten Palace Dutch Rally Open. Hier nog eenmaal voor u de eindstand in het Nationaal Nederlands Kampioenschap. Van der Marel voor Pasman, Erik Wevers, een groot talent, Berjan van Eek en Ronald Leemans. In het Dutch Rally Open, Hans Stacey voor Eddy van der Hoorn, Henk Vossen, Dieter Depping en Bertie Jong.